François, van harte gefeliciteerd. 4-2 gewonnen. Welk gevoel overheerst bij jou na vanavond? Ja, blijdschap. Blijdschap. We hebben tegen een hele goede ploeg gewonnen. Een ploeg die nog 0 tegendoelpunten had. Die we goed bestudeerd hadden. Een paar keer gezien. Degelijke ploeg. Goed voetballende ploeg. En we begonnen eigenlijk fantastisch aan die wedstrijd. We hadden eigenlijk al snel een goal moeten maken. Volgens mij hadden we in de eerste 5 minuten al 4 of 5 corners met kansen. En uiteindelijk scoren we ook. En eigenlijk werd het wat minder toen hun eigenlijk 4-3-3 gingen spelen weer. Ik ben al wel goed begonnen. Een paar goede kansen uit corners. Uiteindelijk maken we de 1-0. Ja, tweede helft veel goals. Zij komen terug, wij lopen uit, ze komen weer terug. En uiteindelijk maak je die laatste en dan weet je wel dat je goed zit. Maar ja, we hebben het wel spannend gemaakt, denk ik. Je hebt ze bestudeerd, maar ze hebben wel verschillende formaties gespeeld. Ze begonnen nu ook anders. En naarmate de eerste helft vorderde, vond je ook niet dat Telstar wat beter in de wedstrijd kwam toen? Ja, zeker. In het begin hadden we de alle formatie zoals zij de vorige wedstrijden gespeeld hadden. Iets andere invulling met Tafsan voor de andere middenvelder. Dat deden we goed. We speelden de ruimtes goed. We kregen een aantal spelervattingen. We scoorden een goal. En eigenlijk toen zij 4-3-3 gingen spelen, zag je langzaam toch wat moeizamer worden. Maar niet alleen door hun. Ik vond het ook slecht in het druk zetten. Of minder in het druk zetten. Waardoor zij inderdaad makkelijker aan het voetballen kwamen. Nou, uiteindelijk tot de rust gebeurde niet zoveel. En we starten na rust wel matig. En toen zag je eigenlijk wel dat een goal een beetje in de lucht hing. Ja, en ik vond de 1-1 op een gegeven moment wel in de lucht hangen. Nou, uiteindelijk kwam die ook. Maar ik denk dat we ons goed gerevancheerd hebben. Ja, goed, we waren wel aan het kijken hoe we wat meer druk konden krijgen op hun opbouw en de middenvelders. Dus hadden we wel wat dingetjes in ons hoofd, ook wat dingetjes aangegeven, maar dat ging gewoon niet goed. We kregen geen druk op hun opbouw. Toen viel eigenlijk die goal en daarna hebben we natuurlijk wel gekeken van hoe kunnen we dat nou rechtzetten. En iets anders druk gaan zetten, uiteindelijk met Jellot wat eerder door. Nou, uiteindelijk zie je ook dat het soms heel enthousiast is, waardoor mensen uit hun positie gaan lopen. Ja, dan weten zij er wel raad mee. Het is gewoon een prima voetballende ploeg. En kregen we geen druk op ze. En toen kwam eigenlijk wel de goal van Randy Wolters. Was eigenlijk wel een kleine bevrijding. En wat ons wel een beetje mee zat. Ja, want meteen daarna valt die 2-1. Schitterende goal van Wolters. Dan loop je uit naar 3-1. En dan wordt het toch weer 3-2. Dat is toch weer billenknijpen, denk ik. Ja, en hij kwam te snel, vond ik, die 3-2. Dus we gaan op een gegeven moment wisselen. Spelen we weer met 5. Hebben we tegen Roda goed is gegaan. Uiteindelijk. Zij zitten pletter in. Veel fysiek voorin. Uiteindelijk scoren ze daar ook uit. Ja, daar hebben we wel moeite mee nog. Ik denk dat we dan moeten zorgen dat we meer vooruitstappen, meer druk op de bal houden. Alleen ik denk nu dat we te ver naar achter liepen. Die 3-1, daar had ik wel het idee van nu is het wel klaar. En dan komt het toch weer heel makkelijk die 3-2 met een flankbal. Volgens mij waren het 2 flankballen. Ballen van de zijkant, die werden makkelijk ingekopt. Moet even terugkijken of het voor de goal, hoe het voor de goal stond. En daarna zijn we eigenlijk met 5 verdedigers gaan spelen. En met 3 aanvallers blijven spelen. En daarna zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest. En dan zie je met bijvoorbeeld Jonathan Okita. Dat je nog veel ruimtes krijgt om te counteren, hadden we er misschien nog 1 of 2 meer kunnen maken. Beetje geflatteerd denk ik uiteindelijk, maar het heeft ons niet tegengezeten. Ja, dat wou ik zeggen, ja, want die voorzet van Korpershoek, die kon wel vrij makkelijk komen ook, hè? Ja, nou ja, we stonden allemaal rond de 16 denk ik. Terwijl, zeker als de bal er even uitvalt, moeten we meteen weer druk op de bal zetten. Waardoor het voor hun moeilijker is om weer kansen te gaan krijgen. Is het dan lastiger met 5 achterop en maar 3 middenvelders om die druk dan te houden? Ja, misschien wel. Hè. Daar kies je wat voor wat meer zekerheid achterin. Hè. Voor die kopduels tegen Plet vooral. Dus voorin en op het middenveld moet je daar wat meer meets maken. Het is wel moeilijker om er dan voorin druk op te houden. Ole Romani begon matig aan het seizoen eigenlijk. De eerste wedstrijd kwam die fysiek wat tekort, dacht ik. Maar hij heeft vandaag wel een mooi synchroon met 2 goals. Goed gespeeld? Ja, hij heeft eigenlijk best een goede voorbereiding gehad. En een beetje door omstandigheden van de bevalling van de vrouw van Sven Brake is die uiteindelijk gaan spelen. Nou, mindere wedstrijd gespeeld, een aantal andere jongens ook. Maar voor ons geen twijfel om hem na de afwezigheid van Sven vandaag gewoon op te stellen. Hoe is het met jou hier persoonlijk in Nijmegen? Ja, goed, het bevalt hartstikke goed aan mijn thuisdebuurt. Hartstikke blij met de overwinning. Ik kwam hier toen meteen 2 wedstrijden in 1 week en dan begin je er meteen, dan zit je er meteen lekker in. En ik denk dat we een prima start hebben. Gezetteld hier al ook in de buurt? Ja, zeker. Huisje in Nijmegen en ziet er hartstikke goed uit hier. Ja, er gaat ook veel meer voetbal vanuit, hè, vind ik, van dit NEC. Eigenlijk in balbezit creëert het best wel veel vertrouwen. Vond je dat ook vandaag? Nou, bij fases. Ik vond dat we daarin heel goed begonnen. Maar ik vond ons later wat minder juist in balbezit. Wat slordig, waardoor je snel de bal kwijt bent en weer moet omschakelen naar verdedigen. Dus ik denk dat we wat comfortabeler moeten worden aan de bal. Het positiespel in balbezit moet nog beter. Maar je ziet wel een enorme drive in dit team en het wil allemaal heel graag. En soms misschien wel te graag, zodat ze eigenlijk uit positie lopen.
Maar goed, liever zo en dat we dat temperen dan dat ze deze vooruit moet, dat ze vooruit moet schoppen, bij wijze van spreken. Dus ja, nee, dat, met die instelling zit het wel goed. En nu 2 weken rust tot Den Bosch. Ja, inderdaad. En hopelijk na zondag een beetje rust op de transfermarkt. En dan kunnen we met een definitieve groep aan de slag. Top. Bedankt voor je tijd. Hè. Okay. Succes nog. Dankjewel.